Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Wil je molenaar worden, dan kan je na een opleiding aan de slag in een wind- of watermolen. Maar ook in een maalderij is de kennis van een molenaar onontbeerlijk. Het grote verschil, in een maalderij worden de stenen in beweging gezet door een diesel- of elektromotor en je bent dus niet afhankelijk van water of wind. Pieter Pannekoek draagt zorg voor de beschermde patattenmolen met zijn oldtimer elektromotor. Hallo, ik ben Pieter Pannekoek. Ik ben molenaar op de patattenmolen, de Buggenhout Opstal. Mijn roots liggen eigenlijk hier op dezelfde plaats. Waarom? Ik ben kleinzoon van de laatste molenaar, die beroepsmolenaar, die maalde op de patattenmolen hier. De patattenmolen noemt patattenmolen omdat hier vroeger een aardappelveld geweest is. Hier hebben ze dus in de tijd, we spreken rond de jaren 1800, een molen gezet, stenen molen, grondzeiler. Dus de zeilen werden van op de grond opgelegd. De kap die beweegbaar was, wordt van op de grond gedraaid, dus een grondzeiler. De molen was kort en dik. Hier stond een klein huisje naast. En dus later, in de loop der jaren, is hier van dat klein huisje een boerderij gekomen. Doordat de boerderij met schuur op dezelfde plaats stond als de molen, is de molen een beetje vrijgezet uit de wind. Hebben ze dus van die molen hebben ze daar een stuk opgezet. Hebben ze van die grondzeiler een bergmolen gemaakt. Dus er was een aarden wal rond de molen, waarop de wieken gedraaid werden en de zeilen opgelegd werden. Dan zaten we al rond de Eerste Wereldoorlog. Tot dan is alles vrij goed verlopen. In de Eerste Wereldoorlog is de molen in brand geschoten door de Duitsers, omdat hij fungeerde als uitkijkpunt. En van op de molen werden dus berichten doorgegeven van het verzet richting andere molens, richting kerktorens. En dan hebben ze dus de molen in brand geschoten. De molen is toen uitgebrand, een gedeelte van de wieken. Dus 2 weken zijn naar binnen gevallen, de rest van de weken, dus 2 weken, zijn naar buiten gevallen. Die zijn later gerecupereerd en het binnenste van de molen is helemaal uitgebrand. Dus op dit moment lag de molen stil. Rond 1920, industriële revolutie, laten we zeggen, de motoren kwamen op. Ze hebben hier in de tijd gezegd, ja, die wieken, dat brengt niet meer op. We gaan hier een motor zetten. Dat is begonnen met een dieselmotor die dus een maalderij aandreef. Nu spreken we niet meer van een molen eigenlijk, spreken we van een maalderij op dit moment. En later, in de loop der jaren, is dan de dieselmotor vervangen door een elektrische motor. En is de molen toen beginnen draaien zoals dat hij nu nog steeds draait. Dus binnenin een molenlichaam staat een elektromechanische maalderij. Verschil met een windmolen of een watermolen is, je bent niet afhankelijk van het weer of van het water. Je kunt in theorie draaien wanneer je wilt. Je kunt overdag draaien. Windmolen, als er 's nachts wind is, moet je 's nachts malen. In dit geval is het altijd, laten we zeggen, overdag en je maalt zoveel je wil. De aandrijving van het geheel wordt dus verzorgd door een driefasige motor, elektrisch natuurlijk, met een regelbare rotor, of hoe moet je dat gaan noemen. Dus in feite vroeger werd de snelheid van de motor geregeld, zoals laten we zeggen de kermisattracties vroeger een regelbare eenheid had voor die motor op gemak laten aan te lopen. Nu is dat natuurlijk vervangen door een moderne eenheid die werkt met een frequentieregeling. De motor van vroeger is in zijn originele staat terug gebobineerd, hergewikkeld op het moment van de restauratie. En die werkt terug zoals een nieuwe motor. Tuurlijk, hij is wat groter. Voor misschien iets minder pk's dan de moderne motoren. Niettemin doet die motor nog altijd goed zijn best. Doordat de molen eigenlijk een maalderij is, moet hij malen wanneer er graan is. Dus
een gedeelte van het jaar, dat de granen allemaal gemolen zijn uit de buurt, moet de molenaar ook nog zijn boterham verdienen. En daarbij is er dus een hoeve ontstaan, die dan eigenlijk voor de rest van het jaar werk gaf aan de boer en zijn knechten. Dus mijn grootvader was de laatste molenaar. Nu, die mens heeft eigenlijk gemalen tot zijn 70 jaar. Dan zitten we rond 374. De molen is toen in verval geraakt. En na het overlijden van de molenaar heeft de gemeente het terrein, laten we zeggen, de boerderij, wat er nog van overschoot, en de molen, een stuk van de boomgaard, is aangekocht door de gemeente en is dus op die moment de patatemolen zitten geworden, waar dus thuisgegeven wordt aan de Giro, die hebben daar lokale gezet. De BIP heeft daar een uitleenpost en dan natuurlijk het molenhuis met de bijbehorende stallingen, die dienen als opvangplaats voor verschillende verenigingen die daar hun plaats vinden. Ondertussen, doordat de molen geclasseerd was, was de gemeente verplicht om de molen te restaureren. Dat hebben ze dan later gedaan, met veel hulp van de provincie en van de Vlaamse gemeenschap, die dus heel de molen, het buitenstuk, het karkas, laten we zeggen, van de oude windmolen, volledig hebben opnieuw in staat gesteld, geverfd, gekaleid, de binnenkant volledig onder handen genomen. Met respect voor de oude maalderij hebben ze dan dus heel de boel gerenoveerd, hersteld en dat zodanig dat de molen terug maalvaardig is verklaard in... Wat zou dat geweest zijn? 2015. 2015 is de molen terug maalvaardig verklaard en sinds dan malen wij op regelmatige manier, dus graan. De molen was als windmolen, dan daarachter maalderij. Natuurlijk een onderdeel van de Opstalse gemeenschap. De boerkes kwamen met hun graan naar de molen. Het werd gewogen, werd gemalen. En dan namen ze terug het gemalen graan mee. Nu, recht over de molen is meestal wel een cafeetje geweest en daar gingen de boeren ondertussen zelfs, als het nog niet gedaan was met malen, gingen de boeren eerst iets gaan drinken voordat ze hun graan terug meenamen. Dat was altijd wel plezant voor de boer en voor de molenaar, want die mocht ik wel snekken meegaan. De molenaar van toen, mijn grootvader dus, had drie dochters, waarvan ik dus de kleinzoon ben, dus de zoon van de oudste dochter. Vroeger was er aan mij gevraagd, Pieter, zou dat niks zijn voor u als de molen van zijn leven gerestaureerd wordt, dat jij molenaar wordt? Ja, goed. Ik zeg, ja, voor mij kan dat wel, hè, maar dat moet geen 20 jaar meer duren. Eigenlijk heeft dat dan toch nog wel een jaar of 7, 8, 9 geduurd voordat ze zeiden, voilà, het gaat ervan komen, we gaan de molen restaureren. Oké, Pieter, het is misschien aan mij. Ben ik in contact gekomen met een aantal andere molenaars. De voorzitter van de molenvereniging toen, Alain, had me gevraagd, zeg, waarom doet je geen molenaarscursus? Het is wel windmolen en het is wel watermolen, maar je leert dus alle beginselen en alles wat te maken heeft met de molenaarstil, leer je op de cursus. Ik heb dat dan gedaan, daar heb ik dan een heel deel andere mensen leren kennen, onder andere ook de huidige molenaarsploeg, want we zijn met drie, dus mijn twee andere collega's heb ik leren kennen op de cursus. En daarmee zijn we dan eigenlijk hier begonnen met te malen in de patatemolen. De patatemolen is niet zo moeilijk om mee te malen als een windmolen of een watermolen. Er staan geen wieken op, er staat geen waterrad op. Alles wordt in feite aangedreven door een elektrische motor die langs een aantal wielen en riemen de molensteen aandrijft. Ook het systeem voor de zakken graan, naar het eerste verdiep te trekken of naar het tweede verdiep, naar gelang.
Is elektrisch aangedreven, dus op die moment hoefden wij ook niet zo altijd met die zakken op onze rug de trap op. Dus dat is allemaal wel handig. Verschil tussen een watermolen, windmolen, en deze, een maalderij, is de stenen liggen op het gelijkvloers. Bij een watermolen en een windmolen liggen de stenen, dus de molenstenen, meestal op het eerste verdiep. Dat is eigen aan zo'n een molenstoel, een maalstoel, waarvan er eentje staat in de molen. Dus de stenen liggen op hetzelfde verdiep als waar dat het graan, het meel, uitkomt. Van tussen de stenen rechtstreeks in de zakken. Dus wat moet er hier gebeuren bij onze molen? Dus de zakken komen toe op het gelijkvloers. Ze worden naar het eerste verdiep getrokken met een lui. Dus dat is een systeem met katrollen. En een koord wordt naar het eerste verdiep getrokken. Daar wordt het gemengd en gegoten in vergaarbakken. Onze vergaarbakken kunnen ongeveer 150 kilo aan. Dan gaat de molenaar terug naar beneden, trekt de schuif open van deze vergaarbak. Het graan valt in de kaar. Zo noemen we dat een kaar. Dat is zo eigenlijk een omgekeerde piramidevorm waar dat graan invalt. En van onder is een schuifje dat gaat open. En dan vandaar wordt het graan dus op een manier, in een schuddebakje, dat is een heel systeem, op een manier tussen de stenen verspreid waar het gemalen wordt en dan dus in de zakken terechtkomt. Vandaar af neemt de boer die dus het graan gebracht heeft, terug zijn gerief mee, wordt eerst wel gewogen. Het gedeelte van de molenaar gaat eraf of hij betaalt zoals vroeger. Eerst gebeuren de betalingen door een schepel graan. Daarachter is gewoon gezegd, voilà, zoveel kilo malen is zoveel frank in die tijd. Die boeren, de molenaar liever gezegd, die kon daarvan niet leven. Dus die verkocht ook buiten de granen voor de beesten, mais. Die verkocht zelfs ook rijnzand, zavel. Wit zand, al van die dingen, dat de mensen dus konden komen halen op het hof. Dat is natuurlijk allemaal verleden tijd. Nu, de patatemolen zitten, dus heb ik juist gezegd, is het molenhuis waar dat er een aantal verenigingen in zitten. Ook de bierpaliters onder andere, waarvan ik de voorzitter ben. Alles hangt zo'n beetje rond de molen. De giro voelt hem hier echt thuis. De fanfare gebruikt de... Het molenhuis ook als repetitielokaal. Een van de projecten die lopende is of geweest is, gefinancierd door de Cel Erfgoed van het land van Dendermonde, was dus een informatiepakket voor de leerlingen van de derde graad. Die werd aangeboden aan de scholen en dan die tezamen met een rondleiding daar rond hun lessen konden verder doorbouwen. Natuurlijk nu met de problematiek van de coronapandemie is al die samenwerking met de scholen teleurgegaan. Misschien volgend jaar beter, we weten dat niet. En dan wordt er eigenlijk in de molen geen bezoek meer voorzien, ook niet met kermis. Ja, is alles een beetje stilgevallen. De noodzaak waarom de molen af en toe moet draaien, is omdat alle houten mechanismen, alle gietijzeren wielen die erin zitten, eigenlijk op tijdelijke moeten draaien. Stilstand is achteruitgaan, dus de molen moet op tijd draaien. Wij hebben op dit moment een gemakkelijke klant gevonden. Een van de mensen van Lebbeke die schapen kweekt en met veel schapen werkt, brengt ons dus onze granen, die dus hier gemalen worden en dan... De gemalen granen, het meel, neemt hij terug mee voor zijn schapen. Wij zijn tevreden dat we iemand gevonden hebben, want de boeren tegenwoordig hebben niet zomaar nog graan in zakken liggen. Dat ze zeggen, hier Pieter, wil je dan een keer malen of zo? Dat gebeurt niet. Als we dat graan moeten aankopen, dan is dan vooral het probleem het aankopen van het graan. Je moet er geld voor hebben. Ten tweede, wat ga je doen met het gemalen graan? Hoe gaat je het verkopen? Wie is er geïnteresseerd? Aan welke prijs moet je dat doen? Dus, en voor te malen, voor bakkers en hobbybakkers en zo, broodbakkers,
Die is heel moeilijk, omdat daar toch wel speciale voorwaarden moeten vervuld worden. Kwestie van voedselveiligheid en toelatingen natuurlijk ook van de regering of dat je dat mag doen en verkopen. We zijn tenslotte allemaal vrijwilligers die dat niet moeten doen voor de broden. Dus ja. Voor mij is de patatemolen speciaal. Waarom? Ik ben geboren in Twijzen voorbij de molen. Ik heb heel mijn jeugd doorgebracht op het erf van mijn grootouders. Ik heb gespeeld in de molen. Ik was tegen de hoesting van mijn grootvader. Maar niettemin, we hebben daar een belangrijk gedeelte van onze jeugd doorgebracht. Achteraf wordt dan de kans geboden om de molen terug te laten draaien en ermee te werken, zoals vroeger, dat je als kind, dat Peter in tijd zei, Pieter, had dat dunneke wat een doeg, ik ga een jat koffie gaan drinken. Ondertussen mochten wij dan verder malen. En nu is dat dus eigenlijk een jongensdroom die terug uitkomt. Tuurlijk, regelmatig moet je je daarmee bezighouden. Het is niet dat je dat moet, dat je zegt, ja, vandaag ging ik een nekje malen en dan een heel jaar niet meer. Het is een engagement dat je daarop neemt. Maar ik doe het graag en onze collega's ook.